Mag ik op uw gezicht zitten? Waarom dacht ik dat deze video een goed idee was? Een heleboel YouTubers maken Q&A-video's waarbij ze hun kijkers vragen laten stellen en die dan in de video beantwoorden. En persoonlijk vind ik dat gewoon luie video's, je moet daar amper iets voor doen. En ik bedoel, hoe ijdel moet je zijn om te denken dat mensen echt 5 minuten lang naar vragen en antwoorden over uw leven willen luisteren? En voor degenen die het nog niet doorhebben, vandaag doe ik dus een Q&A. William vraagt, wat de fuck is er eigenlijk op? En ik bedoel, als ik dat zou weten, zou ik niet elke week moeten vragen. Wilt jij op mijn gezicht zitten? Maar, hebben jullie geen stoelen? Fleur vraagt, als je één vraag zou mogen stellen aan een alleswetend iemand, welke zou je dan vragen? Ik weet dat ik waarschijnlijk zou moeten vragen, is God echt of waarom bestaan wij? Maar ik vraag me gewoon af, als iemand met een neuspiercing zijn of haar neuspiercing eruit zou halen en dan zijn neus zou snuiten, langs waar komt het snot? Hoe ben je bij Tijgmijk begonnen? Een van mijn beste vrienden, Maxime, heeft een tijdje geleden een van mijn vlogs doorgestuurd naar Tijgmijk. Zij vonden dat blijkbaar leuk en hebben toen gevraagd of ik op Pukkelpop een paar stories wilde posten op hun pagina. En dit is eigenlijk het eerste wat ik ooit voor Tijgmijk heb mogen doen. Voor Maxime gesproken, die vraagt, wanneer gaat u naar Kroatië voor de andere rietje of was Spanje? Toevallig dat je dat vraagt, want ik heb binnenkort een tour gepland door Europa. Ik heb bijna in ieder Europees land een ander meisje, dus ik ga binnenkort een maand lang rondtrekken door Europa. En al die meisjes bezoeken en grote mensen dingen doen. Emil vraagt, vind je dat erg dat Griet u enkel binnen doen om in de vlog te komen? En dat is grappig, want we weten allemaal dat er maar één persoon is die meisjes regelt via de vlog. Wat was er dat je wou vragen, Emil? Ik weet niet, dit is gewoon een meisje. Ja. Ik moet vragen in de vlog komen. Ja. Dat heb ik bijna verteld. Alright, en waarom zou ik dat doen? Ja, ik denk gewoon waarom niet. Die is gewoon altijd met je praat van ja, ik wil even in de vlog komen, die tijd. Ja. En wat krijg jij er dan uit als ze in de vlog zit? Ja, misschien ben ik wel bij slapen en zo. waarom niet? Je hebt dingen gewoon lopen. Serieus? Ja. Oké, ik wil dat wel doen, maar zie dat ze je niet gebruikt, Emil. Ja, maar ik word sowieso ook gebruikt. Ja, ik kan me geen kerst schelen. Dan ga ik de video hier afsluiten. Super bedankt voor de vragen die jullie hebben gesteld. Er zat er super toffe bij en ook een paar waarvan ik dacht dat jullie aan de terug zaten. Het spijt me als uw vraag niet aan bod is gekomen. Misschien maak ik ooit wel een tweede Q&A waar dat uw vraag wel aan bod komt. Dan rest mij alleen nog de shout-out van deze week. De meest gelikte vraag was die van Louis. Die vraagt, what the fuck is op mensen? Wie vraagt zich nog af wanneer de Ender zijn kopjes voor een dag niet op uw scherm tevoorschijn komt? En ik denk dat we dat ons allemaal wel eens afvragen. Dus bij deze, dat was de video voor deze week. Bedankt voor het kijken, Louis. Like en abonneer, tweet met Ender Scholtens en tot volgende week. What's in your hair? I just wanna know what's on your mind. Emil, kunt jij mij misschien een foto sturen van u met een condoom in uw mond? I used to say I wanna die before I'm old, but because of you I might think twice.